www.deboodschap.today. Nieuw onderkomen voor KMO Unit. Met de verhuizing naar het voormalige gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat is de bereikbaarheid van de KMO Unit voor kleine en middelgrote ondernemers behoorlijk verbeterd. Deze verbeterde access to finance is van groot belang voor de economische groei van Suriname. Dit zei minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maandag 23 september tijdens de feestelijke ingebruikname van het pand. De KMO-unit is een werkarm van het ministerie van HINT. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.